Waar heb jij getwijfeld? Ja. Vroeger. Ja, ik heb bij heel veel dingen getwijfeld. In het kickboksen, dat kon ik niet goed in high kick geven. Want zeg maar, mijn high kick was een low kick. Low kick. Uiteindelijk wel was ik tegen een gast van 1,92 meter op een zondag aan het trainen in Gorinchem. En mijn vader kwam dan kijken, ook op zaterdagen. En toen was ik alleen met hem aan het sparren door heel de dingen heen. En ik kon in één keer zijn hoofd raken. Weet je? Dus ik ben niet per se nog steeds heel flexibel, maar ik had toen wel heel veel getraind dat het kon. Ja. Dus in mijn lenigheid had ik dat. Het is niet fijn om je als man immobile te voelen, zeg maar. Mm-hmm. Dus kickboksen heeft mij wel meer boyterman gemaakt. Ja. Het kunnen incasseren van klappen en het geven. Mm-hmm. Ik hoorde jou op een filmpje op zo'n TikTok zeggen van ik doe dit omdat ik ook gewoon op straat wil kunnen lopen. Heb je daarin iets van, ik moet mezelf kunnen verdedigen? Want ik heb dus nog nooit gevochten. Ja. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ja, dat is bijzonder, Hugo. Dat is leuk dat je dat benoemt. Ik heb wel wat akkefietjes gehad. Maar nu wil ik wel inhaken op wat jij naar boven brengen. Dat is, wat is je leeftijd op dit moment, als je het wil delen? 52. Als 52-jarige man heb jij nog nooit in je leven gevochten? Nee. Oké, wat vind je ervan? Kijk, en dan bedoel ik met echt op straat, want ik heb natuurlijk op de basisschool wel zo'n een gozer wel een klap gegeven of iets dergelijks, maar dat tel ik eigenlijk niet mee. Okay. Dat is wat ik me kan herinneren, twee keer gebeurd dat ik iemand is één keer echt een klap gegeven en één keer geprobeerd, maar verder gewoon nooit gevochten. En dat is misschien ook gewoon wat ik van mijn vader heb meegekregen, een bepaalde zachtheid, goedaardigheid, vechten, dat doe je gewoon niet. Dus, dan heb je zo'n gunfactor, ja. Dan heb je echt een bepaalde gunfactor opgebouwd waardoor mannen jou niet wilden rammen. Ja. Het komt niet eens in me op. Ik heb geen ruzie. Nee. Ja, oké. Okay. En hoe kan het dan zijn dat er jongens zijn en mannen zijn die heel erg bezig daarmee zijn, los van ik? Oké, we halen het even bij jou vandaan. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat je je veilig wilt voelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens bij een groep wil horen waar een cultuur is van vechten. Maar ja, ik vind het gewoon nutteloos. Ik hou er niet van en ik kan het ook gewoon niet. Ik denk dat ik in één keer mijn pols zou breken. Ja. Dus, ja. Voor mij was het heel erg zoeken naar externe validatie. Als ik dit niet kan, dan ben ik niet waardig. Dan ben ik niet waardig. Mm. Toen was ik agnostisch, dus niet per se gelovig. 100% gelovig in een almachtige God. Want je kon toch niet wetenschappelijk bewijzen. Eigenlijk nog steeds niet. Maar ik was wel heel mezelf niet waardig aan het maken. En dan, dat heeft me dus wel gepusht om dan toch grenzen op te zoeken en nieuwe dingen te testen. Mm-hmm. Weet je? Maar jij zegt, of zou je zeggen, dat een man niet hoeft te kunnen vechten? Want er zijn andere wegen blijkbaar. Er zijn andere wegen. Kijk, natuurlijk, als ik het slecht tref, word ik een keer in elkaar geslagen op de lijnbaan of iets dergelijks. dat kan gebeuren, maar ik ben er niet bang voor. Ik zoek het ook niet op. Ja. En dus ik ga niet in een of ander slecht vak in een voetbalstadion staan. Dat doe ik gewoon niet. Nee. Dus ik zoek het niet op. En als het me overkomt, dan overkomt het me. Ik ben één keer bijna doodgeslagen in een café. En dat zou ik zelf dus niet hebben willen meemaken. Ja. Maar dat gebeurt dan. Dus ja. Ja. Nee, ik vind het mooi dat je het deelt. Het is een belangrijk onderwerp. Want het is, weet je, Nederland kickboxcultuur, Bader Hari, Rico Verhoeven en al dat soort dingen. Vind ik dus ook niks aan. Ja. Ik snap het gewoon niet. Wat is daar leuk aan om naar te kijken? Ja.